Yo, what up guys, welkom bij deze final van New Super Luigi U. We gaan vandaag het spel uitspelen en we zijn bij Peach's Castle en bij de eerste wereld sissende slotgracht. En ik ben benieuwd wat het einde van deze game gaat brengen. Hopelijk niet al te veel bullshit. Het begint al enigszins met fucking bullshit. Man. Het begint geweldig. Gucci. Gucci, 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 Gucci. Ik hou me niet van Gucci. Maar dat maakt niet uit. Nou wil ik wel hier de power-up hebben alsjeblieft. Dank u wel. Appreciate it very much. Oh, die vuurballen zijn irritant geplaatst. Nee. Are you kidding me? Het is zo lastig te timen omdat die vuurballen komen en je moet ook nog eens op een bewegend platform dat ook nog eens in de lava gaat springen. Nee. Woe. Ja, maar Jezus Christus. En dan heb ik helemaal niks tegen Jezus Christus. Ik ben niet gelovig, maar ik heb niks tegen Jezus Christus, hoor. En ik mis de power-up. Nee, 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 nee. Waarom? Ik werd veel te hard gelanceerd op die fucking Koopa. Zo niet fijn, jongens. Ah. Oh, dit wordt eventjes zometeen re-opname, yes. Maar. Gaat goed, gaat goed. Oké, okay, laat maar. Ik ga wel gewoon... Oh shit, boy. Made it. I fucking made it, boy. Ah, maar dat is toch gewoon een topje. Dat is toch wel gewoon een one-up waard. We hebben in ieder geval het eerste level gehaald. En weer gewoon, net zoals de vorige aflevering, fucking 3,5 minuten opnemen. En pas het eerste leveltje gehaald. Feels good, man. We gaan naar level 2. Magma's rondvaartboot. Dat klinkt zo leuk. Give me my love, man. Ik zag iets bewegen, ja. Oh, boy. Wat betekent die 5? Wat zijn die fucking kleine mini tiny Koopas? 0. Oh, boy. Oh boy! Waarom stopt het niet met bewegen? Ik kan niet begrijpen. Ik echt niet begrijp. Ik moet gewoon al die dingen moet ik dood hebben.
Give me my love, mean. Ja, kut. Oh, oh. Gaat goed, gaat goed. Oh, yes, finish. Yeah, baby. Yeah, baby, 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 baby. Woo! I did it, my man. Level 2. Yes. We gaan langzaamaan doorhuppelen naar het volgende leveltje. En dat is verhitte tandwielen. Klinkt leuk. Ik had de vorige keer in een paar afleveringen terug ook al zo'n grafhekel aan... aan die kut tandwielen. En nu? Krijg ik ze opnieuw. La 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 la. We zijn zo close bij het castle. Oké. Okay. Power up. Let's go. Oh boy. Wat de fuck ben jij dan? Power up? Power up. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Ja, let's go. Let's go. Oh, level 3 is ook gehaald. Oh yeah, we zijn goed op weg. We zijn goed op weg. En we zijn bij de entree van Peach's Castle. Mag ik, ik wil toch wel eventjes enigszins even een power-upje gebruiken. Want het is toch dat ik even watjes groot ben. We gaan het kasteel in. Laatste lavastroom. Oké. Okay. Oh, shit! Ik zie nu pas dat het op tijd gaat. Kan ik hier bukken doorheen? I fucked it up. Oh, alleen een one-up. That's not very nice of you. Oké, okay, gaat goed, gaat goed. Let you go, man! Ah, oh, mate, my fucking god. Oh nee, dan moet ik ook nog vooruit kijken. Jezus Christus, ik moet op zoveel dingen letten. Ik wil niet doodgaan. Want dan kan ik opnieuw beginnen. And I don't like that. Give me the one up. Thank you. Thank you very much, sir. Power up, let's go. Up. 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 Die bommen zijn knijters irritant. En ik zit nou eventjes te denken. Om Eekhoorn Mario te gebruiken.
En tot zover Eekhoorn Mario. In ieder geval wel weer hier de 1-up, dus dat is altijd wel lekker. Als ik tot zo op dat punt gewoon kan komen, dan is het enigszins wel een beetje lekker. Kijk, dit is ook goed. Ja, dat kan ook. Are you kidding me? Oh, yes. Zit hier power up? Run on 1-up. Let's go! Yep. Wat een kut level. Ik heb niet eens een 1-up nodig meer. Denk ik, hoop ik. In ieder geval nu niet. Fuck dat. Ik ga niet moeilijk doen als het makkelijk kan. En mogelijkheid bieden tot aan het verliezen van... I don't know. Oh, we zijn in het kasteel, jongens. We are so close. Wil je de volt gaan opslaan? Jazeker. Maakt niet meer uit of we nou doodgaan. We beginnen weer op dit punt. We zijn bij de grote finale. Dat was een behoorlijke anticlimax. Jezus, man. Mijn lippen doen zo'n zeer. Ik slik nou van die medicijnen dan. En precies valt hij op mijn bakjes. Ja, dat is altijd zo heel erg fijn, ja. Daar gaan we power-ups allemaal. Kom aan. Kom aan. We can do this. Oh, dat ding is irritant. Holy shit. Heel erg irritant. Knijters. Oh, ik kon geen kant meer op. Ik probeerde nog terug te gaan, maar dat wilde niet lukken. Jongens, dit gaan me mijn levens kosten. Is dit überhaupt het laatste level? Laat me heel even snel kijken. Ja, dat zal ik nooit weten. Is dit Peach's Castle de grote finale? Ja. Ja. Ik heb geen flauw idee eigenlijk. Ik wil eigenlijk die power-up pakken. Met dat spropellerhoedje. Het spropellerhoedje. Nee. Ah, dood. Nee, over. Nou, we hebben het helemaal eruit geknipt, de aantal keren dat ik dood ben gegaan op dit level. Maar, Ja. Ik wilde voor het propellerhoedje gaan. Kijken of het propellerhoedje enigszins werkt. Lekker praten met Mini Bowser, de hond.
Ja, boh. Hij mag wel even iets langer sneller landen hoor. Maar met het propellerhoedje is het enigszins wel te doen. Jongens, we zijn bij de grote deur. Dit was echt gewoon het enige gedeelte van het level. En daar had ik zo moeite mee. Plus 250 time. Are you kidding me? Wat staan we hier dan te wachten? Hey, it's a motherfucking Bowser, ja. Moet ik er alleen maar overheen springen. Dat was het. Was dit de final boss? Nee. 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 Dat kan gewoon niet. Is het ook niet. Er komt nog iets aan. Ik wist het. Ik wou net zeggen, dit kan nooit de fucking final boss fight zijn. Onmogelijk. Hey prinses! Zit je lekker in het raampje? Nu? Mario! Oh nee. Luigi! Oké. Hallo, baby mini Bowser. Hallo, Jesus fucking Christ. Doe beast biegen. Moet ik ze allebei fighten? Ja, en hoe dan? Moet ik er overheen zien te vliegen? Is dat het enigste? Nee, dat is wat ik moet doen. Spring! Komt u maar. Oh, nee, laat me zitten. Blijft u maar. Ik ga wel even hierheen, oké? Oké. Ik moet nou drie dingen tegelijkertijd in de gaten houden. Hoeveel fucking vuurballen heb jij geschoten? Oh, hij gaat ook nog bommen gooien. Are you kidding me? Oké, dat was de tweede keer. Au. Oh, ik hoef er maar één keer. Maar nou wordt het natuurlijk lastigst. Kijk hoeveel fucking vuurballetjes hij schiet dan. En hij gaat ook nog bommen gooien. Kom aan. Let's go. I did it. I got him. Denk ik. Niet. Wel. Ja, wel.
Moet ik nou nog tegen die mini Bowser vechten? Nee, nee, nee. Ik denk niet. Nee, ha. It is done. Dag. Laten we de prinses gaan redden, hee. Jongens, en dat was de final van Nieuwe Super Luigi U. Waarom krijgt Luigi wel altijd nu wel een kusje en Mario echt gewoon al die keren gewoon niet? Gaat helemaal goed komen, jongens. Oké. Daar heb je de klote konijnen vanuit de eerste aflevering. Nee, tweede aflevering volgens mij. Die ik nooit gevangen heb. Feels good, man. En dat is een mooi einde aan het... Nieuw Super Luigi U avontuur. Toffe game. En I liked it. I sure did like it. Wel een vrij simpele game. Ik heb er niet echt dat ik denk van ik heb hier zoveel moeite mee. Dat totaal niet zelfs. Ik maar het was leuk voor even wat tijd te doden. De volgende Let's Play zal zijn... dat is ook een vrij korte platformer game. En in die game ga ik Dreaming Sarah spelen. Een game die ik al wel een tijdje op mijn lijstje heb staan om te spelen. Uiteindelijk gekocht. Aangezien ik best wel van de platformer games hou. Ik weet niet, ik vind het gewoon tof. Kijk naar platform games zoals Mario, maar ook gewoon naar Ori and the Blind Forest en Hollow Knight en dat soort dingen. Allemaal super toffe games. Als ze maar niet echt gewoon denderend moeilijk zijn dat je denkt van oh my fucking god, ik haat deze game gewoon. En dat heb ik bijvoorbeeld wel met games zoals Dark Souls en dat soort dingen. Dus die vind ik het niet helemaal waard om te spelen. Tenminste, Dark Souls dan niet. Ik heb er ook nog aan zitten denken om uiteindelijk misschien games zoals The Witcher te gaan spelen. Maar The Witcher is een game van 100 fucking nog wat uur. Om daar echt gewoon... Ja, dat worden gewoon teringlange... Of tering veel afleveringen. Dat betekent dat ik gewoon iedere week zeker 5 afleveringen online moet gaan zetten. Om enigszins misschien iets van progress in de game te finishen, zeg maar. Ook heb ik zitten denken aan Assassin's Creed. Maar ik weet ook niet in hoeverre Assassin's Creed, zeg maar, tof is om uiteindelijk... Als afleveringen te doen, zeg maar. Dus dan moet ik nog heel even kijken. Maar ik vind eigenlijk gewoon dit soort platformen games. Die niet al te lang zijn, zeg maar. Vind ik best wel tof. Ik bedoel, deze game is ongeveer, was hij 4 uur lang. Nog niet eens.
Ik heb namelijk één level over kunnen slaan, omdat ik kon kiezen tussen de suikerwaterzee en die andere zooi. Dat was, ja, wel een van de dingen waar ik wat tijd kon winnen, zeg maar. Maar verder is het een game van ongeveer plus minus een uur of vier. Dus het was het wel waard om te spelen, dan is het wel te doen. Dreaming Sarah is ongeveer een game van 2 uurtjes lang, denk ik, zoiets. Zal niet heel veel langer zijn. Dus ja, die ligt ook nog op de planning dus na deze. Waarschijnlijk over 2 dagen nadat deze aflevering online is gekomen. Zal uiteindelijk Dreaming Sarah beginnen op mijn kanaal. 370 muntjes verzameld, dat is not bad, denk ik. Dus ja. Jongens, ik wil u bedanken voor het kijken naar deze video, naar deze serie. Vond ik nou een toffe serie? Laat natuurlijk even een blauw duimpje omhoog doen. Blauw duimpje omhoog. Laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Hè, moeilijk praten. Vergeet dan zeker niet op het midden van het scherm te abonneren of hier beneden. En aan de linkerkant kun je toffe Rocket League video zien. Aan de rechterkant kun je een andere playlist zien van bijvoorbeeld Dishonored of iets dergelijks. Ik weet nog niet wat ik daar neer ga zetten. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar nieuw Super Luigi U. Uiteindelijk geef ik deze game een 7,5 van 8. Nou, laten we er 7,8 van maken. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en tot de volgende serie. Dreaming Sarah. Bedankt voor het kijken. En later.